De Rotterdamse politieagent Erik van Dommelen maakte heel veel heftige dingen mee. Toen hij vervolgens ook nog naar de vuurwerkramp in Enschede werd gestuurd, toen knapte er iets bij hem. Hij raakte even helemaal van het padje af, maar kwam er op een hele bijzondere manier ook weer bovenop. Agent van Dommelen. Sander. Hoe is het? Ja, goed. Ja, echt. Je ziet er goed uit. Ja, bedankt. Maar je hebt een slechte periode gehad. Ja, in 2000 was dat. Ik werkte toen in Rotterdam bij de politie. Op Zandingenplein werkte ik toen. Ja. En nou, daar vergaande die periode, dat was een opeenstapeling van een, laat me zeggen, een hoop shit. Een hoop meldingen. Ja, en wat voor shit heb je het in over? Ja, weet je, dat zijn de grote incidenten met schietpartijen, reanimaties, achtervolgingen, weet je wel. En kijk, die tijd was toen heel anders, maar het kwam wel binnen. En ja. Nu zit ook natuurlijk best wel wat in het, laten we zeggen, aard van het beestje. Hè? Dus gewoon vooral veel werken. En ik zat er bij de ME en extra diensten, weet je. Ik vond het allemaal hartstikke tof. Van ja, je bent Rotterdam en je wil in je eigen stad werken. Ja, en dan merk je wel dat er allerlei dingen beginnen te gebeuren. Slecht slapen, weet je, nog kortere lontjes. En, door wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, precies. Ja, en dat, ja. Dat je denkt van, nou, weet je, als je een keer paniek op hebt of je voelt je slecht, dan neem je een paracetamol. Of twee of drie. En dan, ja, dan gaat het wel over. En dat gaat het ook wel. Alleen, laat me zeggen, dan gaat de klacht weg, maar niet de oorzaak. Nee. En ja, op een gegeven moment toen, in mei 2000 volgens mij, was die vuurkramp in Enschede. En, ik zat er nog bij de ME en toen zijn we er ook heen gezonden. En dat was voor het eerst eigenlijk dat ik mijn ouders toen heb opgebeld. Ik zei, nou, dit is echt niet normaal. Weet je wel? Ze hebben wel eens over oorlogsgebied. Ik heb wel de dienst gezeten, maar ben nooit uitgezonden geweest of zo. Ik zei, maar als mensen vertellen over een oorlogsgebied, nou, volgens mij ziet het er zo uit. Ja, ja, we zijn heen geweest en ik had last van mijn maag en ik sliep slecht. En ik had ook wel last van de hartklopping af en toe. En, dus ik ben daarna naar huis gegaan en naar die dienst. En, een dag later toen was ik met mijn dochter bij de plaatselijke supermarkt. Want ik woonde toen in Brabant in een klein dorpje. En van het een tot ander moment, ik stond daar bij de kassa te wachten met een paar boodschappen. En angst en paniek aanvallen. Ik begon te zweten. En ik denk, nou weet je, iedereen kijkt naar me zo, dacht ik. Ik denk, wat is hier aan de hand? Dan heb ik echt letterlijk figuurlijk in mijn broek gescheten. En de volgende dag ben ik naar het bureau gereden. En ik weet nog wel, ik reed over die Haringvlietbrug. En hoe dichter ik bij het bureau kwam. Warm en zweten. En denk, ja, weet je, dit gaat niet goed. Dit is gewoon niet goed. Weet je, ik loop wel met die pistool op straat. Weet je, dit is gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet hoe ik ga reageren. Wat heb je toen gedaan? Nou, motor blijven zitten, omgedraaid en huis gereden. En muziek gemeld. Ja, en dan kom je, weet je, toen had ik een zo grappig. Ik had een huisarts in dat dorp. Dus ik ben naar die man gegaan. En dat was eigenlijk wel het meest heftige voor mijn gevoel toe wat ik moest doen. Ik moest over die drempel stappen. Ja. Bij die banden binnen gaan zitten en zeggen, joh, het gaat niet goed. Ik heb hulp nodig. Het was gewoon op. Het was gewoon klaar. Ik was, fysiek was ik gewoon afgebrand en geestelijk ook. Ik heb toen 6 weken thuis gezeten. En als ik vanaf de bank, laat me zeggen, naar de keuken liep, dan moest ik echt gewoon stoppen. Zo. En ik moest gewoon uit dat gezeik komen, weet je. Uit dat, uit die stress, uit dat jagen, uit dat, gewoon maar gaan. En niet gezegd, nou jongens, ik ga even niet mee naar de melding. Of ik ga een keer niet extra werken of zo, dat soort dingen. Ik zat bij die huisarts en die gozer die vertelde toen, hij zei, joh, hij zegt, ja, die was natuurlijk ook allemaal dingen aan het verzinnen om mij maar, laat me zeggen, stil te krijgen. En te zeggen, joh, luister, doe nog gewoon normaal. Trek even alle stekkers eruit en ga er gewoon, weet je, kap er gewoon mee. Op een gegeven moment zei hij, weet je wat, koop een boekie en een pen en ga schrijven. Weet je wel, ga zeggen wat je voelt en ga zeggen wat je denkt en ga zeggen waar je... Je doelen zijn, weet je, dat soort dingen allemaal. Wat dacht je toen? Ja, dat is gewoon onzin, weet je, dat ga ik niet doen, weet je. Dan ga ik, zit ik zo te schrijven achter mijn bureautje of zo. En dan zit ik te schrijven van, ja, het is nu dinsdagochtend, 7:50. En ik heb al 2 keer heb ik gehuild. En ik heb, ja, weet je, dat ben ik niet, weet je. Dat gaat het niet worden. Dus toen ging ik met ergens s'avonds laat. Want ik weet nog, ik sliep heel weinig toen. En ik leefde echt op Marlboro's, koffie en op Tosti's. Die weken toen. Ja. En ik heb toen ergens... Eind van de avond, misschien begin van de nacht, heb ik een oude pc ook nog staan, die heb ik aangezet. En ik ben gewoon gaan schrijven. En wat ben je gaan schrijven? Ja, uiteindelijk een boek. Ja! Ja.
Ja, nee, maar dat is wel bijzonder. Want geworden, maar ja, het is dacht je toen ook van, ik ga fictie schrijven? Nee, ik denk, ik ga het toch proberen. En ik denk, ja, wat ga ik dan doen? Dus ik ben gaan schrijven. En ik weet wel, toen in die weken heb ik toen uiteindelijk ruim 40 A4'tjes geschreven. Over twee Rotterdamse regisseurs. Over Mark van Willigen en Bram Bakker. Gewoon totaal verzonnen allemaal. Er gaan een vent dood en ze lossen het op, weet je. Zo bijzonder is het niet. En alleen het is wel op Rotterdamse leest is het geschreven met op zijn Rotterdam. Weet je, gewoon simpel, weet je, geen moeilijke dialogen, ja. Geen moeilijke woorden die ik zelf niet eens snap. Weet maar je, wat gebeurde er toen jij aan het schrijven was? Ja, ik merkte, het hielp wel. Ja, ik heb dat ook later tegen hem gezegd. Is dat, ik zei, ja, weet je, ik krijg het bijna niet uit mijn stop. Ik zeg, maar je hebt wel gelijk gehad. Je hele mindset wordt anders. Je gaat aan andere dingen denken. Je bent met... Zeker met een boek, weet je, ben je natuurlijk bezig toch wel met een soort van dialoog en een verhaal. Weet je gaat hele andere dingen gaan verzinnen. En dus dat heeft echt maar enorm geholpen. En hier is het resultaat. Ja, mooi hè. Ja. Hier ligt hij. Ja, Bakker van Wilgen, ja. Ja. Ja, nou het grappige is, de eerste 6 regels geloof ik van op die bladzijde, die zijn later toegevoegd. Maar meer dan de eerste 40 pagina's, er is eigenlijk niks aan veranderd. Maar het is toch eigenlijk heel bijzonder dat je therapie hebt gevonden in het schrijven. Om je burn-out te bestrijden. Het werkt. En uiteindelijk na een week of 6 ben ik met vallen opstaan weer teruggegaan naar bureau. En omdat ik ook, ja, thuis ging het ook niet goed. En weet je, want ik wist ook gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. Nou, ik wilde weer achter die gasten rennen, met de collega's dollen en weet je, gewoon leuke dingen doen. Hey, maar jouw dikke duim heeft dus eigenlijk ervoor gezorgd dat jij over je burn-out heen bent gekomen. Ja. Ja. Ja, het is niet helemaal zo simpel gaan. Kijk, het heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik soort van dacht, ik ben weer helemaal op de weg terug. En uiteindelijk de laatste zetjes geweest dat ik mijn ontslag heb ingediend. Omdat ik voor mijn gevoel bleef haken, weet je wel. Ik denk, het is nog niet wat ik wil en wat ik eigenlijk graag wil zien. En ik merkte dat ik daarin bleef hangen. En natuurlijk, en nogmaals, het heeft ook met mijn karakter te maken hoor. Want dat betreft ben ik... ook daar best wel koppig in, weet je. Denk van, nou, ik wil gewoon terug, links of rechtsom. Maar ja, soms moet je gewoon echt van die gebaande paden af en onorthodoxe methodes inzetten en hele rare dingen doen. En toen, halverwege 2006, heb ik gezegd van, nou, weet je, volgens mij is er maar één manier. En dat is gewoon ook weggaan. En toen heb ik halverwege 2006 heb ik wel slag ingediend. Weggaan bij de politie. En toen ben ik op een boot gaan zitten, op een zeilboot. Ja, dat was ook wel lachen. Ja. Hé, maar één ding. Bakker en Van Willigen deel 2. Ja. Ja, lachen. Maar waar is deel 1 dan? Ja, die is er niet. Ik ben nu met deel 3 bezig. En daar ben ik al redelijk aardig op weg. En na deel 3 komt deel 1. In februari heb ik dan besloten, afgelopen jaar in 2017, om het uit te gaan geven. Ja. En toen had ik met wat mensen contact gehad. Nou, uiteindelijk met de drukker die dit heeft gedrukt voor mij. Dus ik geef zijn eigen beheer ook uit. Ja. En die zei van... bij de opmaak, zoals dat heet, hè, van ik zei, nou, er moet nog een 2 bij, geef deel 2 uit. Zegt hij, ja, maar dat is raar dat je eerst een deel 2 uitgeeft. Dat lijkt me wel, ja. En dan deel 1. Ik zei, nou, volgens mij heb je mij een aantal weken geleden gezegd, is dat er zijn meer politieagenten die dit doen, weet je wel. En ja, dus je moet zorgen dat je daar in opvalt, weet je. Dat je dus ik zei, nou, volgens mij is dat, ja, zegt hij, maar het is niet standaard. Ik zei, nee, maar dat ben ik ook niet, weet je. Ik zei, maar wat is er nou? Dus ik had een idee. Ik zei, wat zie je nou moeilijk doen? Hij zei, maar hoe ga je dat uitleggen? Ik zei, nou, gewoon zoals ik dat tegen jou doe. Je slaat gewoon heel deel 1 over ik en je zeg, begint deel 2. Zegt hij, wanneer komt deel 1 dan? Ik zei, ja, misschien wel nooit. Ik zei, dat weet ik niet, maar weet je, kijk, deel 1. Kijk, ik heb wel de 1 wat krabbel staan, dan zie je hoe ze elkaar tegenkomen, weet je. Want het begint nu gewoon het begint ergens met wat gezeik. Maar, dus ik zei, dan komt deel 3 komt dan daarna en misschien deel 1. En dan ga ik wel een boekpresentatie geven. Ja, maar dat doe je altijd bij je eerste boek. Ja, dat doe je bij je eerste boek, ja. Geweldig. Ja. Weet je, het is heel bijzonder dit, weet je wel. Natuurlijk is het heel bijzonder. Is het wel grappig dat je dan ruim 17 jaar later trek je een kastje open omdat je op zoek bent naar wat anders. En dan vind je dat script en denk je, oh ja, dat heb ik ook nog, joh. En dan ga je erover nadenken. Ja, dat is best wel grappig. En denk, nou, weet je wat, ik ga eens kijken of ik er wat mee kan doen. Ja, ja, geweldig toch? Ja, kick, ik vind het echt geweldig. Ja, ja, en weet je, ik had ook specifieke eisen, weet je. Die foto's heb ik ook zelf uitgezocht samen met een vriendin van mij. En ik, ja, die brug moet erop en Rotterdam-Zuid. En iemand vroeg me wat voor boek is het. Ik zei, nou, als je naar INS gaat, dan lees je dat boekje. En het liefst wil je dat ding in 1 tegenuit lezen. En je gaat met een glimlach op je hoofd, ga je slapen. Weet je, er staan geen... Het is gewoon leuk, weet je. Het is gewoon
ja, simpel, maar wel grappig, weet je wel. En het leest, en dat hoor je wel van mensen, hè. Ik heb er nog niet zoveel verkocht, leuk ergens leuk wel 100 of zo. Ja. Maar de mensen die het gelezen, ja, het is wel... Het gaat dadelijk als een raket, hè? Naar het interview, en dan kan je niet meer over straat. Ja. Ja, dat zou wel kicken zijn, ja. Ja. Hey, over Rotterdam gesproken, je werkt nu in het rustige Leiden, maar mis je Rotterdam niet heel erg? Soms. Kijk, in Rotterdam had je natuurlijk de snelheid van leven ligt natuurlijk veel hoger dan hier. Weet je? Ja. Het is best wel een studentenstad, je hebt natuurlijk ook wel de probleemwijkjes of gebiedjes af en toe. En, maar dat is gewoon ja, een soort van niet echt bijzonder. Kijk, als ik door mijn Rotterdamse bril kijk, dan denk ik van nou, dan valt het hier nog wel mee. En dat moet, wil ik ook zo houden. Kijk, door een Leidse bril kan die mensen zich al druk maken als er een auto, laat maar zeggen, 20 minuten op de hoek staat. Weet je wel? En daar moet je ook wat mee, weet je? Dat gebeurt ook. Maar soms mis ik het Rotterdam wel. En wat ik dan doe is, ga ik samen met mijn vrouw, dan trekken we een dag te vooruit. En dan worden opa's en oma's ingevlogen. En dan ga ik een dagje sleuren, gewoon slenteren, de koopgoot. En de Hoogstraat en zo, weet je wel. Ja, heerlijk. Heb je tenslotte nog een mooi motto voor ons? Een echt Rotterdams motto? Ja, weet je, of Rotterdamse weet ik niet. Maar aan de ene kant heb ik zoiets van, stop met zeiken en doe. Hè, en blijft niet in een cirkel hangen, weet je wel. En daar zijn Rotterdammers natuurlijk wel van. Maar goed, je hebt nog meer mensen die dat ook wel vinden. Gewoon, ga gewoon aan het werk. En dan zie je dat je dingen kan doorbreken. En wat ik ook wel vind, en dat zeker ook allemaal, weet je, durf anders te zijn. Weet je wel, het is, de makkelijkste manier om te overleven is door mensen te volgen. En alleen daar kan je zelf niet onderscheiden. En daar doe je zelf tekort mee. Gewoon durf. Doe. Dat is nooit de mensen slecht van. En schrijf. Ja. Bedankt, man. Thanks, jongen. Bedankt. Super.